Inwonersbelangen wil dat er welkomstborden aan de gemeentegrenzen van Woerden worden neergezet. Volgens de partij is het op dit moment een ratje toe van borden aan de gemeentegrenzen en zijn veel borden vies of hebben duidelijk een onderhoudsbeurt nodig. De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders uniforme borden te plaatsen. Mensen die Woerden binnenkomen moeten via de borden welkom worden geheten en bij het verlaten van de gemeente worden bedankt voor hun bezoek. Voor inwonersbelangen reden om het college te vragen hiermee aan de slag te gaan. In 2019 komen de Romeinen naar Woerden. Met de recreatieplas als decor vormt de komst van de Romeinen het thema van de historische spelen van dat jaar. Dat maakte Jos van Riet, voorzitter van de Stichting Historische Spelen Woerden, bekend tijdens het Cultuurcafé. Als je geen idee hebt over wat je in de toekomst moet gaan doen, moet je stoppen. Wij hebben een idee. We hebben de recreatieplas Snel en Polanen. We hebben een Romeins verleden in Woerden. We hebben nu 2 Romeinse schepen. Vorige week hadden we er even 3. En wat kunnen wij in 2019 laten zien? De aankomst van de Romeinen in Woerden. En daar hangt een heel verhaal omheen. Er is een brief van ene Plinius of Pregius, of weet ik hoe die goede man mag heten. En die praat over de noordelijke Nederland of over de noordelijke stukken van Europa. Met koud, water, nat en van alles en nog wat. Dat laten we zien, want die man moet verslag brengen in de Senaat van Rome. Ziet u het voor zich? Ja? Wulpse vrouwen, druiven, bananen als ze er al waren in die tijd hoor, dat weet ik niet eens. Maar knappe mannen, gewoon een grote voorstelling waarin die brief wordt voorgelezen en waarin we daarna het theater gaan veranderen ja, in het victim of weet ik wat, het, van Woerden. Dus er is nog geen tekst bekend, maar het idee alleen al is prachtig. Dit jaar worden de voorstellingen in het klooster uitgevoerd. In de kerstperiode zijn er 7 gepland. Een van de hoofdrolspelers is dit jaar Maarten Tuit. Tijdens het Cultuurcafé gaf hij alvast een voorproefje van een van de nummers die hij in december, maar dan met koor, zal zingen. Denk je soms dat dit ons leven niet raakt? Of wachten we tot de storm overwaait? Onze vrienden kapot worden gemaakt. Kijken we toe tot de wind weer draait. De voorstellingen van het historisch spel van dit jaar, dat de titel Hoera, we hebben een koning draagt, zijn in de periode van 26 tot 30 december. In het RPL-TV-programma Wekker daarover eerdaags meer. Wijkplatform Snel en Polanen vraagt zich af hoe een oplossing gevonden moet worden voor de bijna ongelukken in de wijk die regelmatig voorkomen. Een oplossing zou intensief controleren zijn, zegt Gerard van der Lid van het wijkplatform in het AD Groene Hart. De gemeente Woerden wil voorlopig nog niet met een oplossing komen, omdat er veel bouwverkeer over het Veluwemeer naar eiland 4 rijdt. De gemeente heeft inmiddels wel beleiding en een snelheidsmeter aangebracht, maar volgens de bewoners helpt dat niet echt. De wijkplatformvoorzitter zegt dat de wijk steeds drukker wordt en dat er steeds meer klachten over hardrijders komen. Het wordt tijd voor actie. We willen niet wachten tot de gemeente iets doet. Aldus Gerard van der Lid. Deze maand wordt in de bibliotheek van Woerden de nieuwe game Legend of Lucius van het Stadsmuseum Woerden gelanceerd. Het spel Legend of Lucius is een interactieve smartphone game. Spelers kunnen de informatie via een smartphone of tablet bekijken. De game speelt zich af in de Romeinse tijd en laat filmpjes zien waarin Woerdenaren verkleed als Romein of Germaan acteren. De speler wordt door middel van aanwijzingen door de hele stad gestuurd om de dader te vinden. Lex Albers van de Stichts Hollandse Historische Vereniging legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Ik geloof dat de Engelse term is whodunit. Dus wie heeft de dader? Het doel van het spel is om... Er zijn 2 leden toe. Het eerste doel is dat mensen wat van de stad leren kennen en van de geschiedenis, doordat we langs een aantal Romeinse vindplaatsen gaan. Vindplaatsen van archeologische vondsten. Maar het tweede is om een speurtocht door de stad te hebben, waarbij je door allerlei filmpjes op verschillende locaties meer idee krijgt over hoe de Romeinen en de Germanen 2000 jaar geleden hier leefden. En tot zover deze aflevering van RPL Actueel.